Het is een maandagochtend. We staan aan het begin van een nieuwe beursweek. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Waar valt het te halen deze week? Waar liggen de kansen? Waar liggen de risico's? Dat gaan we bespreken in RTLZ Voorbeurs. Dat doen we met beurscommentator Dirk Veenstra en met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Heren, goedemorgen. We hebben een volle agenda. Wat een drukke dag. Alhoewel, Amerika is dicht. Dus heel druk zal het op de financiële markten vandaag niet worden. Maar qua onderwerpen is er genoeg om te bespreken. Bijvoorbeeld het coronavirus. Ik noem even wat feitjes. Singapore houdt rekening met een economische krimp in plaats van groei. Want ze missen 20.000 toeristen per dag. Nintendo kan mogelijk zijn spelconsole Switch niet uitleveren. Chinese luchtvaartmaatschappijen zien het aantal passagiers dalen. Japan nadert de recessie. En Volkswagen, lees ik net, stelt de productie van Volkswagen's in China nog even uit. Maar verder, beleggers, kunnen we dat coronavirus prima negeren. Toch, Dirk? Verder is er niks aan de hand, Peter. Dus alles wat je opnoemt klopt allemaal. Maar beleggers kijken daar dan weer doorheen. Want ze denken nog steeds, en het is wel op zich terecht, dat het virus tijdelijk is. Wat de namen van het virus mogen zijn, corona of COD-19 of whatever. Maar beleggers willen daar doorheen kijken. Maar de problemen, zoals jij ze opnoemt, en er zijn nog veel meer, stapelen zich nog wel op. Dus de klap is toch wel behoorlijk hard, hoor. Zijn beleggers niet een beetje overoptimistic hier, Koen? Nee, je weet het niet. Kijk, waar hadden we gestaan met de beurs als we geen coronavirus hadden gehad? Misschien wel 640, wie zal het zeggen? We weten het niet. We moeten kijken naar wat de impact nu is. En ja, voor sommige sectoren is die tijdelijk. Die Nintendo Switches, die worden dan wel weer in het tweede kwartaal uitgeleverd. En voor andere sectoren, net zoals Singapore, die toeristen, ja, die komen niet meer in januari 2020. Dus die omzet is gewoon echt weg. En je zult eigenaar zijn van een cruise ship maatschappij. Ik denk dat niemand daar, dat wilde ik al niet in de komende 20 jaar van mijn leven, maar nu al helemaal niet meer, denk ik. Ik vind het wel wat voor jou, Dirk, een beetje gezapig op zo'n cruiseboot zitten. Oké, gaan we weer terug naar Koen dan. Ja, kom maar, Koen. Captain Dirk. Nee. Ik denk dat je in deze setting gewoon heel zorgvuldig moet kijken naar waar beleg je wel in. En je moet beleggen dus ook nu weer in bedrijven met een hele sterke balans die dit kunnen hebben. Ja joh, hey, Koen, hou eens op man. Je zegt waar beleg je wel. Het maakt geen rol uit waar je belegt, maar alles gaat er omhoog of niet? Nee, ik weet niet of jij de laatste tijd nog naar een bedrijf als Thomas Cook gekeken hebt. Dat kan ook niet meer, want die zijn gewoon failliet. Oké, net in dat ene specifieke bedrijf zitten, maar over het algemeen maakt het niet zo heel veel uit, toch? Ik bedoel, ik zie beurzen alleen maar omhoog gaan. Vorig jaar al, dit jaar. Peter, in financials heb je geen geld verdiend. Je hebt geen geld verdiend in oliemaatschappijen. Dus het is wel degelijk een selecteren als je echt geld wil verdienen. En er zijn voldoende maatschappijen die het gewoon heel erg zwaar gaan krijgen in de komende periode. Airlines zullen voorlopig nog wel even de gevolgen hebben van dit coronavirus. Daarentegen, Samsung laat expresvluchten uitvoeren om heel snel voorraden van de ene plek naar de andere. Juist om die productie aan de gang te houden. Omdat het per rail, per weg, per normaal transport niet goed is. Dus FedEx en UPS kunnen op dit moment wel profiteren daarvan. Okay. Terwijl de airlines stilstaan. Nog één ding, want inderdaad, je ziet de beurs nu omhoog gaan weer. Bijvoorbeeld ook vandaag gaan we zo meteen weer hoger van start. Omdat het aantal nieuwe gevallen kennelijk weer iets minder hard toegenomen is dan verwacht. Dus je ziet de beurs wel op reageren. Maar inderdaad, we hadden er gestaan als er geen virus was geweest. Dat weten we nooit. Even over selecteren gesproken van aandelen. Waar Koen het over heeft. Je moet goed kiezen waar je in zit. Ik wil het even hebben over Tesla. Die hebben wat problemen met de bouw van de Gigafactory in Berlijn. Nou, dat zal wel goed komen, denk ik. Het gaat om bomen die even niet gekapt mogen worden. Maar even over die koers van het aandeel. Ik had het even niet meer zo gevolgd. Maar twee maanden geleden stond hij op $400. Nu staat hij op $800. Zijn beleggers een beetje gek geworden, Koen? Wat is er aan de hand? Nou ja, dat kijk, we kijken hier heel duidelijk naar wat het zou kunnen zijn. En niet wat het nu is. Want de waardering voor wat het nu is, is outrageous. Nou ja, een Tesla kun je in drie verschillende onderdelen. Als autobouwer veel te hoog gewaardeerd. Ze maken 1/5 van de aantallen van BMW. Hebben een gigantische waardering. Maar wat als ze die aantallen kunnen gaan opschroeven? En dat zijn ze nu aan het doen. Tesla was de hele tijd overpromising, underdelivering. En op dit moment is Tesla datgene wat ze beloven, dat maken ze min of meer waar. Wat als ze in de toekomst de batterijtechnologie ook aan derden kunnen gaan verkopen? Daimler heeft een gigantisch probleem met elektrische auto's, omdat ze te weinig, onder andere omdat ze te weinig batterijen hebben. Musk heeft die. Wat als die dadelijk gaat uitrollen en ook naar andere gebieden toe? En daarnaast, alle Tesla's die je ziet rijden, dragen bij aan de zelfrijdende technologie. Dus Tesla is daarin mijlen, lichtjaren voor op welke andere zelfrijdende technologie ook. Maar de koers ook, dat gaat aanbieden. Maar mijn punt is de koers ook. Staan ook lichtjaren voor op dat wat ze nog moeten gaan leveren, toch? Of is misschien wel niet, zegt Koen. Peter,
Peter, er zijn analisten die er heel goed naar gekeken hebben. Die zeggen wij verkopen geen enkel aandeel Tesla dat we hebben. We zitten er al in vanaf $100. We denken dat het naar 7000 gaat. Ja. Je hoeft het niet te kopen. Je kan ook andere dingen. Je mag ook lekker koninklijke olie blijven kopen van mij, hoor, Peter. Het is ook zo dat de koers zo hoog is, want niemand verkoopt. Niemand wil hem kwijt, dus niemand gaat verkopen. Dus er is geen enkele reden om de koers naar beneden te drukken. En zoals Corné heel terecht in zijn column schreef afgelopen vrijdag... Het gaat dadelijk opgenomen worden in de S&P 500. Okay. Dus alle indexbeleggers kunnen het ook gaan knuffelen. Oké, maar even concreet vraag. Koop jij dit aandeel nu voor $800, ja of nee, Koen? Wij hebben het in portefeuille. Maar koop je het nu voor $800? Niet. Wij kopen nog steeds aan die positie bij. Maar die is breed gespreid, ook in andere, zoals een Dex.com, zoals een Illumina. Allemaal bedrijven die ook meekijken naar de verandering van de wereld. Oké, even over de kwartaalcijfers die dit seizoen, dat seizoen zitten ze nu middenin. We krijgen deze week Besi, Fugro, KLM, BAM. Heijmans heb ik niet in de titel staan, maar dat past er allemaal niet in. Dirk, even kort, waar kijk jij naar? Nou, ik vind Besi interessant omdat het in de chipsector de laatste tijd wel heel hard gaat weer. Waar we een jaar geleden, of nog geen jaar geleden, misschien een half jaar geleden nog maar, ons veel zorgen maakten over de chipsector. Goede berichten van ASMI, hele goede berichten van ASML. Kijken of Besi dat ook mee gaat trekken. En we krijgen nog een paar buitenlandse bedrijven. Caterpillar heb ik me laten vertellen. Dus het is nog best interessante cijfers deze week. Koen, wat is voor jou de meest interessante? Ja, de Tesla van de biotech Galapagos kunnen zij aansluiting houden. Dat is interessant. Die koers gaat er ook als een mal op. Ook daar, ja, precies. Net zo'n puntje wat jij betreft, net als Tesla. Galapagos, gaan we opletten. En Besi is de favoriet van Dirk Veenstra. En vrijdag de inkoopmanagersindexen, de flash readings weer wat dat betreft. En natuurlijk, dan donderdag verlaging van de rente door de Chinese centrale bank. Alweer. Het mooie van dit werk is dat het nooit saai is eigenlijk. Hè? Ja, dat is wel fantastisch. Amen. Heren, dankjewel. Koen Bender was dat van Mercurius Vermogensbeheer, die nog steeds aandelen Tesla voorzichtig bijkoopt op $800. En Dirk Veenstra als beurscommentator van dienst. 7 minuten uitzending van NTLZ Voorbeurs. Straks om 9 uur zijn we bij je terug met meer nieuws. Tot zo.